Een aantal weken geleden werd Woerden Marketing genomineerd voor de Nationale City Marketing Trofee 2018. Afgelopen jaar kreeg Woerden Marketing al de aanmoedigingsprijs. Christel, nog gefeliciteerd met jullie prijs voor de trofee voor City Marketing. Dank u wel, daar zijn we heel trots op. Ja. Jullie waren genomineerd samen met een aantal andere steden in de categorie tot 100.000 inwoners. Wie waren de andere steden die meededen? Ja, dat klopt. We zijn inderdaad genomineerd. Samen met Zandvoort, Doetinchem en Lelystad zijn wij voor de City Marketing Trofee 2018 genomineerd. En wie doet die nominatie eigenlijk? Wie selecteert? Nou, dit jaar is het op een hele andere manier gegaan. De jury... Je bedoelt een andere manier dan? Een andere manier dan de voorgaande jaren. Een jury van 7 leden, dat zijn eigenlijk hoogleraren of mensen die heel veel ervaring hebben in de city marketingwereld, zijn samengesteld als jury. En zij hebben nu een aantal steden voorgedragen en gevraagd om een inzending te doen. Op die vraag hebben wij antwoord gegeven en we hebben een inzending gedaan. En toen zijn er dus van de 20 zijn er 4 genomineerd. En uiteindelijk is de prijsuitreiking, is gevallen, waar jullie net na de eerste plaats kwamen, de tweede plaats. Wie was de eerste? De eerste was Zandvoort. Natuurlijk doet iedereen het heel goed. Dus zij zijn met de prijs naar huis gegaan. Toch zijn we heel trots dat we weer genomineerd zijn en dat we toch weer in de picture zijn gekomen. Omdat we toch als kleine stad gewoon heel goed doen. Ja. Wat doen jullie zo goed? Ik denk vooral de passie en de inzet en dan niet alleen vanuit ons, maar in samenwerking met de ondernemers, met de gemeente en met andere partijen die erbij betrokken zijn. Ik denk dat dat de kracht van Woerden is, dat eigenlijk iedereen zijn steentje bijdraagt. Als er iets moet gebeuren, dan zijn er snel die meteen het initiatief pakken. En die samenwerking gaat hier heel goed. En dat wordt eigenlijk, dat zie je ook in de steeds sterkere city marketing van de hele gemeente. Ja, ik las ook in jullie persbericht dat ook de samenwerking met de Kaasacademie, het Kaaspakhuis, dat het ook een van de bouwstenen is geweest voor die nominatie. Klopt dat? Ja, klopt. Het zijn verschillende factoren, want het thema was dit jaar progressie. Dus we hebben gekeken wat voor progressie hebben wij in 2017 allemaal geboekt. En dat was eigenlijk heel veel. Inderdaad, allemaal op gebied van samenwerking. Dus onder andere lokale samenwerking hier met het Kaaspakhuis, Stichting Kaaspakhuis en het Experience Center. Maar ook de samenwerking in de regio en met de zakelijke ondernemers. Dus er zijn eigenlijk wel 4 of 5 punten te benoemen waarop wij heel veel progressie hebben geboekt. In samenwerking met anderen en waardoor wij dus die nominatie hebben ontvangen. Uitkijken naar volgend jaar. Jullie gaan natuurlijk zorgen dat jullie de eerste zijn, hè? Nou, ik denk dat het nu belangrijk is om vooral weer gezamenlijk in te zetten. En dit weer mee te nemen als mooie waardering om weer verder te gaan. En dan... zullen we kijken wat het thema is volgend jaar of dat weer passend is om wat leuks mee te doen. Je wacht eerst op het thema voordat je je verder gaat ontwikkelen. Nee, wij blijven sowieso doorontwikkelen. Of we een inzending doen, dat zien we volgend jaar. En wat zijn de plannen? We blijven vooral, we hebben nu gewoon heel veel in de startfase staan. Deze samenwerking loopt nu heel goed voor een jaar. We hebben de regio-samenwerking is dit jaar ook echt vorig jaar in de startfase gestaan. En nu is het eigenlijk belangrijk om dat vooral door te zetten. Samenwerken met de regio Utrecht, de samenwerking met de regio Groen Hart en de samenwerking binnen de Cheese Valley. Ook het zakelijk toerisme wat we steeds meer willen laten groeien. Dus nu is het voornamelijk doorpakken en groeien. Consolideren en groeien tegelijkertijd. Ja, precies. Dat is het belangrijkste, denk ik. Nou, heel veel succes met jullie verdere ontwikkeling en bedankt. Dank u wel. Het lovend juryrapport is een extra stimulans voor Woerden Marketing om zich de komende jaren blijvend in te zetten voor verdere vernieuwing en groei in activiteiten.